Leerkrachten uit het binnenland hebben gisteren de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben gedeeld met minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze gaven aan dat het probleem groter is dan alleen huisvesting en voedsel. Het tekort aan leerkrachten en het niet uitbetaald krijgen van bepaalde toelagen zijn ook problemen waarmee de leerkrachten zijn geconfronteerd. Het regent nu heel veel, dus we hebben misschien genoeg water. Maar als we kijken naar, het is straks grote vakantie en dan heb je straks weer die droogte, dan komen we weer terecht in de situatie van tekort aan water. Dan moeten we weer met NCCR weer duizenden tanks vervoeren en noem maar op. Is het nu geen tijd, of ja, we hebben nu genoeg tijd naar die droge tijd toe, om ons voor te bereiden op dat soort dingen, waardoor er niet steeds een stagnatie komt in het onderwijsproces. Want hebben we geen water, kunnen we geen onderwijs verzorgen. We willen een school hebben waar er stoomvoeters zijn. Mensen die blijven, leerlingen willen leerkrachten hebben die blijven, die ze kunnen vertrouwen, die jaren daar blijven. Maar als er zoveel problemen zijn op die scholen, gaan leerkrachten gaan en komen, gaan en komen. En het is niet gezond voor de omgeving, niet voor de leerlingen. Ik ben voorbeeld, wij zijn op OS Bolini Creek Mofu. We zijn zwaar getroffen door wateroverlast. Schoolmateriaal hebben we kwijt. Inboedel van leerkrachten hebben we kwijt. We moeten de 18e terug naar het binnenland. U snapt hoe duur alles is geworden. Vorig jaar heb ik persoonlijk met mijn collega's gelopen voor een vergoeding die we niet hebben gehad. Oké, we moeten gaan werken, we moeten naar ons standplaats. Je gaat naar je spaarrekening, je neemt je geld, je gaat je spullen kopen, want je moet gaan. Je koopt alles opnieuw. Dit jaar komt het water weer en alles ben jij weer kwijt. Als we zo door blijven gaan, gaan we niet vooruit. Roxana Seymour. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur begrijpt de situatie van de leerkrachten van het binnenland en erkent dat ze onder slechte omstandigheden wonen. Samen met haar staf zal Levens nagaan welke problemen van deze leerkrachten eerst aangepakt zal worden. Er moet echter gekeken worden naar het budget van het ministerie. We hebben al uw problemen gehoord. Ik heb ze gelist en ik ga met het platform praten. En ik zal ze ook laten zien in alle transparantie hoeveel geld we hebben en wat het werkelijk kost. Dus wat is het geld dat we wel hebben en wat is het geld dat we eigenlijk nodig hebben. En dan kunnen we dus naar de minister van Financiën stappen en zeggen van luister, dit is ernstiger dan ik had verwacht en we hebben veel meer geld nodig. Want in mijn begroting is dat niet voldoende, we hebben echt veel meer geld nodig. De leerkrachten zijn verenigd in een platform zodat ze onderling beter kunnen communiceren en de uitdagingen via een kanaal kunnen delen met de leiding van het ministerie. Binnen een week zullen de minister en haar staf om de tafel zitten met dit platform.